Ja, mijn binding met Suriname, het zal waarschijnlijk skifiri zijn, je hart. Maar ik denk, het grootste gedeelte is toch wel mijn ouders die ons altijd met vakantie hier naartoe namen. En ze werkten allebei en ze moesten allebei werken om ons, ons gezin, mijn broertje, mijn zusje, om ons op vakantie hier naartoe te brengen. En daar ben ik ze altijd eeuwig dankbaar voor, want misschien was ik dan de binding met Suriname kwijtgeraakt. Als je hier 30 jaar niet komt of 20 jaar niet komt, dan zal de binding misschien er niet zijn. Of minder zijn. Maar ze hebben ons altijd vakantie en we zijn Surinaams opgevoed. Sommige dingen at ik niet. Nu eet ik het wel trouwens, Pampoen eet ik nog steeds niet. Maar we zijn Surinaams opgevoed. Tot nu toe, we zijn gewoon Surinaams. Als je bij mijn zus gaat, bij mijn broer gaat, we zijn Surinamer. Het eerste waar we gewoond hebben was Livorno-steeg. Dus sommige dingen komen heel sterk terug, hè. Ik woonde daar en op een zondag werd mijn oom werd neergestoken in het voetbalstadion. En mijn vader en mijn moeder reden op de motor naar het ziekenhuis. Dus dat kan ik nog heel goed herinneren. Zelfs het nummer op zondag, weet je, je vader draait platen. Een nummer van Jimmy Cliff. Dat kan ik me nog elke keer als ik die plaat hoor, moet ik terugdenken aan dat moment, aan die zondag. En toen zijn we van daaruit verhuisd naar Latour. Toen ik op Latour woonde, ging ik naar de Burenstraat, in de Burenstraat op school. Richard Fouler school volgens mij. En ik kwam met de bus, terug naar Latour. En ik heb een keer die bus gemist, omdat ik achter een boom stond te praten met iemand. En die bus reed voorbij. En heb ik die bus gemist en toen wilde ik naar huis gaan. En ik liep langs een huis en iemand vroeg me naar binnen. Toen ging ik naar binnen en was aan Nakmipoor gelijk dappen, want ik wist niet wat het zag er heel eng uit. En ik ben thuis gekomen. Iemand heeft me geld gegeven. Kan je nagaan in die tijd. Iemand heeft je geld gegeven voor de bus om naar huis te gaan. En het laatste wat ik nog weet was Sinterklaas. Ik kreeg een step voor Sinterklaas. En daarna weet ik alleen dat mijn ouders gingen trouwen. In april, dus we zijn iets. Wacht, Jara. We zijn in april getrouwd. Dus na april zijn we naar Nederland vertrokken. Dus ergens in april zijn we naar Nederland vertrokken. Dat is mijn tijd wat ik nog heel goed kan herinneren van de eerste 6 jaar in Suriname. Koud. Ondanks dat het volgens mij april, mei was. April was het. Maar het gekke was, het eerste wat ik deed was voetballen. Na een dag ging ik naar beneden en ik ging voetballen op een pleintje daar. Ik weet nog dat we hadden een kachel, een soort brander. Een kachel met petroleum. En een van die avonden was volgens mij was petroleum op. Dus de hele kamer was vol met rook. What did a boy? Ik zei het laatst even, moederboy. Op dat moment zouden we dood kunnen gaan aan koolmonoxide. Dus ik ben begonnen bij gewoon een kleine amateurclub. En via die kleine amateurclub naar een grotere amateurclub. Maar voor die tijd was ik al benaderd door Ajax om te komen spelen. Ik was denk ik 13 jaar. Was je toen al doelman? Toen was ik al doelman, ja. Ik ben doelman geworden doordat de keeper ziek was en ze mij vroegen wie je op doel staan. Ik voetbalde op straat. Ene keer was ik doelman, andere keer was ik gewoon speler. Dus ik wist hoe het was om doelman te zijn. Ja, dus ik werd gevraagd door Ajax, ik ben niet gegaan. Ajax vraagt je niet. Ja, het was een instuif. Ik mocht eigenlijk niet van mijn vader en moeder. Ik mocht niet naar die instuif gaan. School was op dat moment belangrijk.
Dus ik mocht niet naar de instuif gaan en ik ben toch geweest. Hij heeft me aangenomen, heeft een brief gestuurd naar huis. Toen wist ik al van, hey, probleem. Dus ik mocht niet van mijn vader en moeder. En ik ben verder gegaan van een amateurclubje naar een grotere amateurclub, Zeeburgia. En toen werd ik weer gevraagd, maar toen was ik op dat moment 16 jaar en dan is het iets anders. En ja, zo ben ik bij Ajax beland. Zelfs toen ik al in het eerste elftal speelde van Ajax, had ik het gevoel van, oké, leuk. Het was ook allemaal onbevangen. Maar ja, naarmate je vaker en meer gaat spelen en je wordt echt vaste doelman van Ajax, dat was onder Cruijff. Ja, dan weet je van, hé, ik ga nu leven van het voetballen.